mijn kanaal Cooking Mama Mari. Vandaag gaan we een echte Spaanse wintersoep maken, namelijk lentejas. Nou, lentejas, dat zijn linzen. En in deze linzensoep, is echt een volwaardige maaltijdsoep. Daar gaat chorizo in natuurlijk. Daar gaat een stukje spek in, als je daarvan houdt. En ik doe er ook nog een stukje jamón serrano in. Dus dat is dan een stukje bot van de jamón serrano. Zoals jullie misschien wel weten, woon ik in Spanje. We hebben geregeld zo'n grote jamónpoot op het aanrecht staan. Zodra die poot op is, dan gebruik ik dat bot wat ik over heb. Dat snij ik met een elektrische zaag in allemaal schijfjes. Zo heb ik allemaal schenkeltjes. En die bewaar ik in de vriezer. En als ik dan dit soort soepen wil maken, dan doe ik er gewoon zo'n schenkeltje bij. En dat geeft natuurlijk hartstikke veel smaak af. Als je in Nederland woont en je wil deze soep maken, gebruik dan of een stuk jamón serrano van de vleeswaren. Of gebruik een mergpijpje of twee. Dat kan natuurlijk ook. En verder denk ik dat alle ingrediënten gewoon in Nederland te krijgen zijn. Dus ben je benieuwd naar dit recept? Blijf vooral kijken. Ik ga snel aan de slag. Dit zijn onze ingrediënten. Nou, zoals ik al zei, lentejas maken is helemaal niet moeilijk. Maar er gaat best wel een beetje tijd in zitten in het koken van alle ingrediënten. Dus ik maak dan ook altijd een hele grote pan. En daar gebruik ik altijd deze grote pan voor. Deze was van mijn moeder. En daar ben ik natuurlijk wel een beetje aan gehecht. Nou, wat gaan we doen? We gaan eerst deze pan vullen met water. En dan doen we gelijk de linzen erin. We gebruiken een hele kilo, want een deel van die linzensoep die vries ik in of ik geef het weg. Ik vul hem niet helemaal, want er komen straks nog meer ingrediënten bij en anders dan past het gewoon niet. Dus ongeveer tot 3/4 en het is gewoon koud water. Deze gaat naar het vuur. Zo. En deze zetten we alvast aan op vol vermogen. En dan gaan we ondertussen de groenten snijden. Dit is dus zo'n stukje jamónpoot, wat ik dus heb gesneden. Oh ja, en ik doe er ook nog een stukje oor in. Maar ik kan me helemaal voorstellen als je die wil weglaten. En zonder deze ingrediënten kan het natuurlijk ook, zoals ik al eerder zei. Als eerste gaan we de knoflook pellen en de ui. Als je niet zoveel soep wil maken, dan gebruik je natuurlijk gewoon ongeveer de helft van de ingrediënten. De knoflook die snijden we in plakjes. Dan snijden we de uien in blokjes. En ondertussen tranen mijn ogen al gigantisch. Deze gaan dus bij de linzen. We snijden de paprika in blokjes. En deze voegen we zo toe aan het water. Ondertussen ga ik de wortels schillen. En deze gaan we nu ook in kleine blokjes snijden. Ik heb daar een heel makkelijk trucje voor. Ik doe het gewoon zo. En dan zijn ze in blokjes. Dan zijn we weer bij de pan terechtgekomen. Nu gaan de worteltjes erbij. En de paprika. Het stukje spek gaat erin. En de chorizos. En heel belangrijk, 2 laurierblaadjes. We doen er nu ongeveer 2 theelepels paprikapoeder bij. En wat gele kleurstof. En ik doe er 2 theelepeltje zout bij. Het spek is misschien ook al wat zout, dus ik ben eventjes voorzichtig met het zout. Dan hebben we al bijna alle ingrediënten, maar ik doe er natuurlijk nog een stukje jamón in. En het oor. Dit brengen we nu rustig aan de kook. En ik zet de deksel er even schuin op. Ondertussen ga ik de aardappels schillen en ook in kleine blokjes snijden. En dan zijn deze ook klaar om straks pas aan het einde toe te voegen. En dat was voor zover het grootste werk van de linzensoep. Eigenlijk is het een hele makkelijke soep. Je hebt er eventjes wat werk aan met schillen en met snijden. Maar vervolgens kan je gewoon de pan laten en lekker andere dingen gaan doen. Inmiddels is de soep aan het koken, dus ik roer het even een beetje door. En ik zet het vuur wat zachter.
Zoals je kan zien, hij is boordevol. Zo, het uurtje zit er bijna op. Ik denk dat de linzen inmiddels wel gaar zijn. Ja hoor, kijk maar. Je ziet het al. Hartstikke goed. Wat ik nu ga doen is ik ga het oor eruit halen. Want die heeft nog wel een beetje langer tijd nodig. Dus die doe ik eventjes apart in een pannetje met water. En ik ga de chorizo's eruit halen. Want die zijn inmiddels ook wel gaar. Ik had er nog eentje extra bij gedaan. Een stukje wat ik had. En ik ga eventjes op zoek naar mijn stukje spek. Die haal ik er ook vast uit. Nu ga ik de aardappels toevoegen. Ik laat het stukje van de jamon laat ik gewoon nog lekker zitten. Want dat geeft toch alleen maar lekker veel smaak af. En dan voeg ik de aardappeltjes toe. En ik doe er nog wat verse peterselie bij. En een scheut goede olijfolie. Dus nu laten we de aardappeltjes nog eventjes goed garen. En ondertussen ga ik de worst en het spek snijden. Zo, inmiddels zit het hele uur er bijna op. Ik ga de stukjes spek en de stukjes worst toevoegen. En dan is onze soep klaar om geserveerd te worden. Kijk eens, ziet dat er niet mooi uit? Het is echt winter, ook hier in Spanje nu. Dus zo'n soepje gaat er wel in. Wat vinden jullie ervan? Zo, inmiddels zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik heb een hele pan heerlijke linzensoep gemaakt. Ik ga hem natuurlijk nog wel eventjes proeven. Ziet er fantastisch uit, toch? Heerlijk. Boordevol ijzer, want linzen bevatten heel veel ijzer. Nou, fantastisch. Hier word je lekker warm van. Nou, ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze video. En hebben jullie nog suggesties? Laat het me weten natuurlijk via het kanaal Cooking Mama Mari. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan. Waar wacht je nog op? Nou, ik zie jullie weer heel graag bij een nieuwe video. Ciao!